Goedemorgen, Monique. Goedemorgen. Hoe is het nu met je? Want we hebben je al een tijd niet meer gezien. Nee, klopt. Het is vakantieperiode. En ik ben eigenlijk net terug van vakantie. En we hebben een rondreis gemaakt door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En terug via Duitsland. Mocht je het nou leuk vinden om te zien wat we in die vakantie hebben gedaan, dan kun je hieronder op de link klikken en dan zie je de vlogs van Ronald. Het is heel erg de moeite waard om te gaan bekijken. En we zijn nog in Noord-Italië geweest, in de Dolomieten. En ook nog in Italië, ja. We zijn eigenlijk echt overal geweest waar de zon was, dus hartstikke leuk. Hoe was het bij De Knip? Ja, wat leuk. Voor mijn vakantie heb ik een dagje meegedraaid op de redactie van De Knipmolen. Dat was een van de prijzen die ik heb gewonnen bij de Knipswedstrijd. Ja. Peggy heeft mij een rondleiding gegeven over de redactie en uitgelegd dat iedereen zoal doet op de, ja, bij De Knip. Met allerlei mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de kronen, iemand die verantwoordelijk is voor de hele planning. Want je kunt je voorstellen, als zo'n tijdschrift gemaakt wordt, dat er heel wat planning bij komt kijken. En, ja. Want die planning gaat zelfs iets van een half jaar vooruit of zo? Ja, ja. Dus dat, we hebben dus nu al nagedacht over de onderwerpen voor volgend jaar maart. En het is niet zo dat we dan al gaan zeggen van, joh, weet je, dit zijn de dingen die inkomen, maar het raamwerk wordt eigenlijk een beetje bepaald. Heb je nog nieuwe ideeën kunnen inbrengen? Ja, ik heb wel gekeken van, hè, wat vind ik nou leuk aan De Knip en wat denk ik dat andere lezeressen misschien ook nog behoefte aan hebben. Dus we zijn leuke ideeën aan het uitwerken voor eventueel nieuwe blikken binnen De Knip. Ja. Misschien ook binnenkort wel wat meer over online komen. Maar dat want je mag er nu nog niks over vertellen. Ja, dat weet ik niet. Dus dat ga ik nu niet doen, maar het is wel iets waarvan ik van overtuigd ben dat iedereen daar heel veel aan gaat hebben. Oké, okay, leuk. Zijn er nog andere projecten waar je mee bezig bent geweest, naast De Knipmode? Ik ben ook nog bezig met een project in samenwerking met Benina en Maison Faux. Maison Faux is een modehuis dat zit gevestigd in Arnhem. Mm-hmm. Het zijn twee jonge ontwerpers die eigenlijk een heel eigen tijd, een beetje eigenwijs kleding maken. En zij werken internationaal, hè? Zij werken internationaal en zij zijn bezig met hun nieuwe collectie die ze binnenkort gaan showen. Ja. Zowel in Parijs als in New York, samen met Marloes. Wie is Marloes? Marloes is vorig jaar door het Oog van de Naald gewonnen. Zij is ook een van de bloggers van Bernina en samen zijn we dus bezig met dit project. Dat is hartstikke leuk om te doen. En we zijn daar dus in 2 dagen geweest en ik heb daar een blog over geschreven. En Marloes heeft daar een blog over geschreven. Dus mocht je dat ook leuk vinden, dan kan je naar de website van Bernina gaan. Ik zal hieronder de link plaatsen en dan krijg je al een beetje een beeld van wat we aan het doen zijn. Het is nog een beetje een verrassing omdat het kledingstuk nog niet gepresenteerd is op Catwalk. Dus daarover ook nog meer. Ik ben lekker bezig zo. Ik zie trouwens, voordat we weggaan, je had nog iets klaargelegd. Ja, de oma van Ronald is 90 geworden en we zijn met heel de familie uit eten geweest. En de gelegenheid daarvan heb ik een zomerse jurk gemaakt. Het was in de periode dat het hier nog zo heel warm is. Dus ik wilde iets maken wat lekker luchtig is. Het is nog steeds bloedheet hier. Het is lekker warm. Hey, dus ik heb een jurk gemaakt uit knipmolen. Kijk, ik heb een beetje onderdelen gestopt. Echt mee. Dus dit is een bovenkantje van De Knip, als ik het goed zeg, uit januari, het januari nummer, maar ik ga het nog eventjes straks hieronder plakken. In de comments. In de comments. En de onderkant is een rokgedeelte uit de jurkennummer. En deze heb ik gecombineerd tot een hele lekkere lange maxi-jurk. En ik heb, zoals je kan zien, in het midden ook nog een elastiek verwerkt, omdat ik het wel mooi vind als je ook echt de taille hebt. Ja. En ik heb hem afgewerkt met een mooi blauw biesje aan de binnenkant. En natuurlijk nog even opgeleukt met het zomersjurkje. Dus ik heb een gezellige bedeltje in mijn nek. Ik ga hier ook nog even wat foto's van maken. Dan komt hij op mijn blog. Dus mocht je het leuk vinden, dan check mijn blog. Dan laat ik je ook zien hoe je zelf dus patronen kunt aanpassen. Zodat je een topje en een rok met elkaar kan combineren als ze niet bij elkaar horen. Oké, okay, nou door de magie van editing kun ik zo zeggen van nou oké, okay, ik doe met mijn vingers even knippen en dan heb je de jurk aan. 3, 2, 1. Zo, tadaa. Nou, doe hem even draaien dan. Nou, helemaal goed. Bye bye. Doei doei.